Mijn naam is Mink Oud. Ik ben van Café de Konkelaar. Je bent de eigenaar? Ja, dat kan je wel stellen. De bank is de eigenaar, maar ik doe net alsof ik het ben. Je speelt de eigenaar. Ja. Hoe lang bestaat de Konkelaar al? De Konkelaar bestaat ongeveer nu 13,5 jaar. En u heeft zelf de Konkelaar opgericht? Ja, we hebben de naam ook nog verzonnen. Een oude klant. Waar staat de naam voor? De naam komt een beetje volgens zeggen uit het Schevenings. In Scheveningen zeggen ze als mensen onder elkaar zitten dat gekonkel. Het is een beetje stiekem onder elkaar iets beramen. En in een café wordt heel veel beraamd, zullen we maar stellen. Dan in de goede zin van het woord, maar er wordt wel heel veel beraamd. Dus vandaar de konkelaar, degene die konkelt, zeg maar. En heeft u altijd al de ambitie gehad om een eigen café te hebben? Of hoe is dat ontstaan, dat idee? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb altijd in de horeca gewerkt. En het schijnt, kennissen zeggen tegen me van, ja, nou heb je toch eindelijk je eigen café waar je het altijd over had. Maar ik heb het er volgens mij nooit over gehad. Ik weet niet hoe het gekomen is. Ik vond het leuk. Ik hou van het leven, van het avondleven van mensen om me heen. En vandaar dat ik dit vak is voor mij het beste. Ik hoef niet 's morgens om 7 uur de bouwerij op. Is niets voor mij. Geen 9-tot-5 baantje? Nee. Als het moet 9-tot-9 of 24 uur, daar heb ik niet zoveel problemen mee. Maar niet... Niet van 9-to-5, dat is niet aan mij besteed. It's bigger. It's bigger than you. And you are not me. The lengths that I will go to. En voor de hoeveelste keer organiseren jullie wat met Koningendag? Dit is denk ik de 12e keer. We zijn de tel een beetje kwijt. 11e of de 12e keer. En dat, in het begin is het eigenlijk zo gekomen dat. Dat ik voordat ik deze winkel kocht, was ik met iemand hier. Ik zou hem gaan kopen. Stond ik daar aan de overkant. En toen zei ik, als ik hier uit een café heb, als ik dit café heb, dan gaan we hier over de Vliet. Gaan we grote dingen doen. Leuk met bands en weet ik veel wat. We zijn 13 jaar verder. Het dijt steeds uit het plan. Het wordt steeds groter. Maar we moeten er een beetje een halt aan gaan roepen, anders wordt het echt te gek. Maar zoals nu, we hebben weer een podium met stijgers en weet ik veel wat. Het is... Het is een hele happening. Kom je zelf uit de gemeente? Nee. Ik ben geïmporteerd. Ik kom hier alleen maar de voorburgers leren hoe het moet. Waar komt u van origine vandaan? Ik kom uit de Schilderswijk. Ik kom oorspronkelijk uit Den Haag dan. Ik ben hier gekomen toen ik een jaar of 15 was. Toen kwam ik in een bar in Voorburg als klein gozertje op een brommer en toen ben ik daar plaatjes gaan draaien voor de ondernemer die daar zat. En zo ben ik Voorburg eigenlijk ingegroeid. Later zijn we gaan wisselen naar Leidschendam. Familieleden van mij zijn ook met Leidschendamse dames getrouwd en dat in het begin vind je het allemaal vreemd en na de hand merk je gewoon dat iedereen één grote familie is eigenlijk. En dat is toch wel leuk om te zien. En als je dan hier in Voorburg zit en je bent 50, dus je bent 32 jaar verder, je ziet nog steeds al die bekenden en je krijgt nog steeds die klik, die kliks, zeg maar, als meervoud van klik, ja. Klikken. Als je die krijgt, dan is dat heel erg leuk. Ik ben blij dat ik hier ben. Heb je ook zoveel met het Koningshuis? Vind het wel leuk. Favorietje? Nou, ik vind het allemaal wel leuk eigenlijk. Ik denk die mensen wel een functie hebben. Ja, zonder Koningshuis geen Koningendag. Nee, precies. Vandaar. En de dag van de arbeid is ook niet alles. Dat hebben ze in Rusland 100 jaar gedaan, werkte ook niet echt. Dus laten wij het maar gewoon bij onze Beatrix houden. Als mensen meer willen weten over de Konkelaar, waar kunnen ze het beste terecht? Dat is een goede vraag. www.konk.nl en Konk schrijf je met C-O-N-C-K. Nou, heel veel succes. Ik word een paar moeilijke nachten slapen met een hoop stress, denk ik. En we zien elkaar op Koningendag. Mag ik nog even iemand gedag zeggen? Altijd. Dag, mam. Dankjewel.